Anastasia. Nou, mijn naam is Anastasia Bunjak en ik heb een buitenlands achternaam en een buitenlands voornaam en ik ben er trots op en ik hoor juist daarmee dat, ik weet dat bijvoorbeeld heel veel bedrijven juist zoeken voor etnische verschillen, de verschilheid in etniciteit. En ik hoor dus daarmee, ja, ik ben er juist trots op en ik hoor juist dat mijn naam en mijn achternaam blijft, want dat zorgt er juist voor dat ik misschien juist gekozen word voor een baan en niet dat ik niet ervoor gekozen word. Hugo. Er zijn op dit moment heel veel mensen van buitenlandse achtergrond die gewoon 40 keer moeten solliciteren, 50 keer moeten solliciteren, voordat ze überhaupt op gesprek gevraagd worden. Dat is veel. Als je elke keer een brief moet schrijven en die constant afgewezen wordt, dat is een soort onbewuste discriminatie, dan blijft uiteindelijk, zakt de moed in je schoenen en solliciteer je überhaupt niet meer. Dus ook anonieme sollicitatie kan ervoor zorgen dat de moed van mensen hoger wordt. En jij kan wel zeggen dat jij trots bent op je naam, maar ik vraag me af, heb jij al 40, 50 keer gesolliciteerd elke keer dat jij weer afgewezen wordt, puur omdat jij, jouw naam, hun niet aanstaat? Ja, ik wil graag even op. Ik begrijp inderdaad dat er misschien zorgt dat er meer kansen komen voor mensen, maar je verplaatst het probleem alleen maar. Want als je namelijk iemand in eerste instantie niet zou aannemen, waarom zou je dan later wel verlegen tevreden met iemand zijn? Ook onderbewust. Als je iemand onderbewust niet aanneemt, zul je misschien als er geen aangelopen is tegen problemen aanlopen. Je sneller dingen op iemand anders afschuiven.